Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft een achterstand van meer dan 40 jaar. Dit zei minister Pralaat Siudien dinsdag in DNA tijdens de behandeling van de wet voor het instellen van een Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid. De achterstand in de agrarische sector is volgens de bewindsman haast onbeschrijfelijk. Hij zegt dat het ministerie een gebrek heeft aan vakdeskundigen, zoals dat het geval was in de jaren 60. Hij legde de vinger op de zere plek door te stellen dat de politiek debet is geweest aan de achterstand. Er zijn in de afgelopen decennia personen zonder vakkennis aangesteld op het ministerie. Voorzitter, de eerste vragen welke we ons stellen, en als je kijkt naar de agrarische ontwikkeling, dan is de vraag van waar liggen de potenties voor groei van de productie, dat heb ik over agrarische productie. Waar liggen de potenties en waar zijn de markten waar we de producten zouden kunnen afzetten? De buitenlandse markt is één en wij proberen zij die exporteren met ondersteuning van alle bestaande diensten te voldoen aan de eisen van de buitenlandse markt. Maar ik haast me erbij te zeggen van onderschat onze lokale markt niet. Iets meer dan 500.000 mensen praten we over. En op dit moment slechts 1/3 deel van ons behoefte, welke we hier hebben, daar voldoen we aan middels lokale productie. 2/3 deel van onze behoefte importeren wij. En het 2/3 deel is goed voor 300.000.000 Amerikaanse dollar. Voorzitter, als ik zeg van laten wij van 2/3 import gaan naar 1/3, dan zullen we daarmee aan deviezen besparen een 150.000.000 Amerikaanse dollar. Nu het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid komt bijkijken, is het meer dan ooit noodzakelijk dat mbo- en hbo-kader van minimaal 500 personen wordt aangetrokken, zegt de bewindsman. Voorzitter, als we praten over verhoging van onze productie, diverse sprekers hebben aangehaald de problemen waarmee we nu zitten. Het eerste waar we naar moeten kijken is, je hebt land nodig om te produceren. Waar ligt al het land? We praten over zoveel duizenden hectare vruchtbare land. We hebben genoeg zon, water, noem maar op. En dan ziet u daar dat er heel wat land, vooral mensen die willen beginnen met landbouw, de agrarische sector, die kunnen heel erg moeilijk aan land komen, terwijl aan de andere kant wij zien, een fenomeen zien, dat heel wat mensen grote lappen grond in bezit hebben. En ik kan niks anders eruit halen dan men daarmee de wens heeft om te speculeren. Minister Pralaat Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, afgelopen dinsdag in het parlement. Het ministerie kampt met een achterstand van 40 jaar. Wil Suriname optimaal profiteren van de agrarische sector, moet het beleid drastisch worden omgebogen.